Heb je de bal eigenlijk al opgehaald? Ja, de scheids had geen bal in zijn hand, dus ik dacht, wat is dit dan? En toen ging ik even kijken waar een bal was om me heen en toen zag ik er een en die heb ik gepakt. Meenemen in de tas naar huis? Ja, zeker. Ja, die gaat mee en die gaat een heel mooi plekje krijgen. If we score 3 goals, especially in a away match, and which is not enough for a winner, I am really very disappointed. And we made a lot of simple mistakes and conceded the goal after these simple mistakes. And of course, each player, especially who play after substitution, must have a more focus because you move and you play only some minutes, and you must to help the team in each episode. And of course, I was very angry about after last goal. Kijk, 1 goal was een mooie, 2 ook. Maar ja, en dat je dan ook nog zo'n derde lelijke goal maakt, daar ben ik heel erg blij mee. Zo'n derde lelijke, maar ja, die moet je dan maar even vergeten, hè, als je kijkt naar die tweede goal. Want dat was er eentje van hele grote klasse. Ja, de tweede was heel mooi. Ja, Brian Linssen zei nog achter me van dit is een wereldgoal. En ja, heel mooi. En ja, je komt eigenlijk ook heel lekker in de wedstrijd, zodat je de eerste maakt. En ja, dat je dan ook de tweede en derde mag maken, daar ben ik heel erg blij mee. Als je die tweede maakt, heb je dan het gevoel van dit wordt mijn avond? Ja, eigenlijk vond ik het al mijn avond na die tweede. Toen dacht ik al van ja, dit kan niet meer stuk voor mij. Alleen ja, jammer dat we dan gewoon 3-3 spelen. Want ja, de punten waren heel erg welkom bij ons. En we gaan nu weer door de dinsdag een hele belangrijke wedstrijd en die gaan we 3 punten pakken. I think you can say goodbye to position 3 or 4 now. Yes, I think yes. And for us. Very important to keep position in the playoff zone. This is very important for us now, and I hope we keep this position because this is also a result. And of course, sometimes our target changed during the season, but now, of course, we understand our target: keep position in playoff zone. Maar dit is wel uitgerekend het moment waarop je ze moet maken. Want alle spitsen zijn weer bijna fit en Thomas Buitink maakt er 3. Ja, ik piekte inderdaad, ja, eigenlijk zo wel op het juiste moment. Ja. Maar ja, we gaan het zien en we zijn een team en we zien het allemaal wel. En we gaan dinsdag gaan we vlammen en dat is het eigenlijk wel.